Hoi, dit is Monique van Moniloom en vandaag ga ik je laten zien hoe je deze leuke paasversiering op de Alvaloem armband. Kijk, je kan er een armband van maken als je dat wil. Moet je even de goede maat nemen. Een boekenlegger, je kan hele kleine labeltjes maken die je aan de paastakken kan hangen. Die zijn ook echt precies heel erg leuk. Ik heb het op de Alvaloem gemaakt omdat ik die nou eenmaal heb en ik dat heel erg leuk vind om dit ook een keertje te gebruiken. Ik ga het zo voordoen hoe je het op de loom moet doen. Omdat ik denk dat mensen met een Alvaloem wel weten hoe die zo moeten. Hier heb ik het voorbeeld van die ik heb gebruikt. Ik zal hem even zo stil laten liggen. Dan kan je straks, als je het al weet, de video hierop stop en dan kan je zo dit patroontje volgen. En wat ook zo is dat als je er een armband van wil maken en je weet niet goed hoe je dan moet beginnen, want dan moet je anders beginnen dan ik straks ga laten zien. Kijk dan even naar het filmpje van mijn Yin-Yang armband. Daar leg ik precies uit hoe je kan meten hoe lang die moet zijn voor een armband, voor jouw pols. En wat de verhouding is van deze veetjes. En ook hoe je dan dus het begin en het einde moet doen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Wellicht weet je al wel hoe je het moet doen. Maar ik zal nog even het begin en het einde van, hiervan laten zien hoe je dat maakt. Dus hier, dit begin, zeg maar, als je zo'n zo'n recht ding wil. En mocht je nou een armband ervan willen maken en je wil hier extra lusjes hebben, dan kan je even kijken bij mijn Yin-Yang armband. Daar vertel ik hoe je daarmee begint. Deze heb ik natuurlijk op de Alvaloem gemaakt, maar ik ga het even voordoen op de gewone loom, omdat de meeste mensen toch die gewone loom hebben. En dan gebruik ik eventjes voor het begin deze groen. En het afhechten zal ik dan even op de Alvaloem laten zien. Je neemt 7 pinnetjes, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit zijn er 7. En wat je dan doet is je openingen naar rechts. En, je hebt deze gelijk. En dan vervolgens, even kijken, moet je ze wel dubbel vouwen. Is het mooiste als je ze dubbel vouwt, als je de gewone elastiekjes gebruikt. Dus je neemt 7 elastiekjes, die vouw je dubbel en die plaats je op deze manier op de loom. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 elastiekjes bedoel ik, 7 pinnetjes gebruik je bij die Alvaloem. En dan vervolgens schuif je het een beetje naar beneden en maak je een capband hier van 3 ringetjes. Dus 1, 2, 3. Dan ga je eigenlijk gewoon haken hierheen. Dus als ik hem dan zo hou, dat is weer handig met de gewone loom. Dan kan je gewoon zo naar voren haken. Terwijl je op de Alvaloem naar de zijkant aan het haken bent, zeg maar. Zo. Dan heb je dit. Dit is je beginnetje. En dan begin je eigenlijk met de eerste rij van je patroontje. En als ik dat patroontje eventjes zo erbij leg. En dan laat ik het zo doen. Dat is misschien nog makkelijker. Zo. Dan werken we van deze kant naar die kant. En ik doe altijd eerst 2 achtergrond. Dus dit is mijn achtergrondkleur. Dus ik begin met deze. En die doe je van hier naar daar. Dus zeg maar dat is die rij en die rij. En daarna begin je hiermee. Dus ik doe netjes de 7 elastiekjes naar de overkant. Zo. En als ik dat heb gedaan, dan haak ik de hele onderkant, dus dat is nu bij het begin best wel dik, haak je zo eroverheen. En dan is je randje, is zeg maar zo in het midden, goed naar beneden duwen. En dan begint het dat je zo'n doorzichtige neemt of de kleur van de achtergrond, die kan ook. En als het je lukt, plaats je die over de gehele 7 pinnetjes. Lukt dat niet, dan kan je er eentje hier doen, over deze 4. En hier over deze 4, dan overlapt die op dit pinnetje. Dan doen we de volgende rij. Dus we hebben nu deze gehad, zeg maar. Nu doe ik deze, dat is nog een keertje gewoon de achtergrond. Die doe ik er zo overheen. Zo, en dan de eerste stap is dat je de doorzichtige zo eroverheen doet, dat die naar het midden gaat. En daarna ga je alle onderste eroverheen haken. Als je dan rechts bent, is het makkelijker. Nu moet ik een beetje draaien. Andere kant ook eroverheen. Met dat duw of vouwen weet je soms niet. Moet je goed kijken dat je de juiste lusjes hebt. Zo. En je duwt het weer een beetje naar beneden. En nu zeg maar zijn we klaar om deze eerste rij te doen. Dus je gaat nog een keertje. Elke keer doe je voordat je met een rij begint. Een doorzichtige of eentje van die kleur van je achtergrond. Over de 7 pinnen. En dan begin je het tekentje te volgen. En dat doe je als volgt. Als je hem zo hebt liggen, dan is dit pinnetje, is dit. Dus dat moet een achtergrond zijn. Dus ik vouw hem dubbel. Plaats er 1 zo. En de volgende is dan oranje. Dus die doe ik zo. De volgende is ook oranje. Dan komt er weer een achtergrondkleurtje. Dan weer een oranje. En als je goed kijkt zie je dat je hier opnieuw een achtergrondkleurtje nodig hebt. Dus die doe ik hier. En dan komt weer de stap van dit eroverheen. Zorg dat het goed blijft zitten. Zo. En dat je weer alles er zo overheen haalt. En als je dat aan allebei de kanten hebt gedaan. Oh. Het is wel de bedoeling dat deze blijft zitten. Mocht dit je nou gebeuren, zet je hem gewoon terug. Je pakt deze terug. Deze. En deze. Eventjes terugpakken. Zo. Dan zorg je dus dat het doorzichtige even nog niet er... dat die nog tussen die groene en deze oranje zit. Dan haal je hem gewoon weer eroverheen. En dan... Ik probeer het iets te snel te doen, maar goed. Dan heb je hem zo zeg maar weer gemaakt. Nou, we moesten deze nog doen en deze nog doen. Die nog doen en die nog doen. Als je dit allemaal te snel vindt gaan, kijk dan eventjes bij mijn boeken leggen. Daar doe ik het een stuk langzamer voor. Je ziet dat we nu deze regel hebben gehad. Je kan hier bijvoorbeeld een streepje zetten. En de volgende regel, je doet dus weer zo'n doorzichtige, die plaats je weer op. En de volgende regel is 2 achtergrond, 1 oranje en achtergrond oranje, achtergrond. En zo ga je eigenlijk het hele motiefje af. Of je doet alleen dit, of alleen deze, of hoe je hem in welke volgorde je wil. Of je doet 3 kuikentjes. En dan als je klaar bent en je hebt hem zo lang als je zelf wil, dan kom ik zo bij je terug hoe je hem dan moet afronden. Tot zo. Op de Alpha Loom heb ik deze gemaakt en hij is af. Ik heb hier bovenaan heb ik ook nog 2 lege groene gemaakt. Die zie je hier zo onder zitten. Die zal je straks beter zien. Je ziet ze hier ook zitten. En ik ga je even uitleggen hoe je dit moet afhechten. Dus jij hebt dit straks zo op je loom zitten. En je doet precies hetzelfde. Namelijk, je brengt de voorste lusjes naar de overkant. Dus in dit geval zou dat zijn deze lusjes naar die kant enzovoort. Dus dat ga ik doen. Ben je een armband aan het maken, dan kan je hier C-clips op doen, die je vervolgens aan de andere kant weer maakt. Maar als je hem wil afhechten, dan doe je het als volgt. Je hebt ze naar de overkant gebracht. Vervolgens ga je weer van links naar rechts een rijtje maken met elastiekjes. Dus op de loom de dubbel gevouwen elastiekjes en op de Alpha Loom gewoon 1 elastiekje per keer. Zo. Net als hoe we zijn begonnen. Dit keer heb je geen capband hierop nodig. Maar gaan we deze allebei de lusjes terugbrengen naar de overkant. Dus dat was 1. Je brengt ze allebei weer naar de overkant. Kijk uit dat ze er niet afvliegen. En daarom, oeps, bijvoorbeeld zo, doe ik ze 1 voor 1, want dat is makkelijker te redden. Zo, schuif dit een beetje naar beneden. Oh, deze is heel erg. Ik heb deze lusjes weer terug op dit pinnetje gedaan. En daar heb ik gelukkig deze kunnen redden. Die doe ik snel even hier. Dan doe ik deze weer hierop. En dan kijk ik even of die nog een beetje... Ik had hem nog net op tijd te pakken. Nou, je moet het dus niet te snel doen. Ik wil het iets te snel doen. Dan, als dat gelukt is, dan ga je weer hier kijken. En dan ga je eigenlijk gewoon de onderste haken. Dus hou goed vast. Je pakt de onderste en brengt hem naar links. Dan vervolgens ga je erin. Je doet ze naar achteren, pakt de onderste en naar links. Alles naar achteren. En je pakt de onderste en naar links. Alles naar achteren. Je pakt de onderste en naar links. Zo, tot je weer hier bent. De laatste en dan ben je klaar. En dan pak je nog een elastiekje om mee af te hechten. Je steekt je haaknaald erin, haalt het elastiekje hier doorheen, zet hem weer op je haaknaald. Dan de achterste over de voorste en je trekt zachtjes aan. En dan zit er een lusje in. Ik hou hem altijd zo vast. En vervolgens kan je heel voorzichtig deze er zo afhalen. Zo, even uitrekken, in model brengen, het lusje verstoppen. Zo, dit is hem dan geworden. Ik vind hem heel erg paasachtig. Ik denk dat het leuker is om dit in het bruin te doen. Maar omdat ik graag alleen maar Alvaloem bandjes wilde gebruiken en ze daar nou eenmaal geen bruin voor hebben en ik grijs net nieuw heb, heb ik toch even voor het grijze gekozen. Maar doe je hem op de gewone loom, dan zou ik deze bruin maken. Wat je dus ook kan doen is dit vervolgens nog aan elkaar maken. En dan heb je of een leuke servetring, of je kan er een eitje in zetten. En natuurlijk kan je er ook een armband van maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat het gelukt is. Laat je creativiteit los op alle patroontjes. En dan zie ik je graag de volgende keer. Bedankt. Dag.